applaus in het stadion voor de nummer 6 die zo zwaar geblesseerd raakte. Deze week ongetwijfeld zitten kijken Stijn Schaars. Oh, lekkere bal. Mahi Dumfries loopt er van de bal. Heerlijke paas op Mimoun Mahi. Is er ook echt wat aan de hand? Of is dit een trucje? Dat wil Streppel nog wel eens gebruiken. Want Streppel heeft meteen een boekje klaar met instructies. Het zou me niet verbazen, Streppel kennende, als hij heeft aangegeven. Nou Hansen, als jij even gaat zitten, dan kan ik uitleggen wat de bedoeling is. Zij blijven zingen en springen. De supporters van Groningen, die van Heerenveen, zijn voorlopig stil. Het wordt een poging ineens. Pat heeft er goed zicht op. Het is wel de meest serieuze redding die een van beide keepers heeft moeten verrichten eigenlijk in deze wedstrijd. Dumfries. Zanelli. Vrije kopkans en Pat, wat een redding. Op de kopbal van Flap. Hij is de keeper met de meeste reddingen in de Eredivisie. Maar dit is een van zijn betere. Knap, die bal nog net weggehaald. Daar is Flap weer. En nu zit hij wel. Nu staat Pat op het verkeerde been en scoort Michel Flap. De kopbal had hij, het schot niet. Het schot dat helemaal niet zo hard was, maar Pat wel volledig op het verkeerde been zet. Eigenlijk een hele makkelijke bal voor de keeper. Als hij niet op het verkeerde been staat. Maar hij gaat door de benen van Zeefuik en daarmee is Pat geklopt. Doan. Zeefuik terug op Doan. Lost iets van heel ver. En daar is nog wel een redding van Hansen voor nodig. Hij heeft natuurlijk een heerlijke trap in zijn linker. Aydın Rustić. Absalem. Mahi. Krijgt hem nog voor. Van Weert helemaal vrij. Wat een dekkingsfout bij Heerenveen. Afgestraft door FC Groningen. Hij maakt hem zijn 9e van het seizoen. Waarom staat er niemand bij hem in de buurt? Dat is toch ook geen onbelangrijke vraag. Een kleine vrijtrap van Kobayashi. En daar is hij meteen. Nee, net naast. Hij is er wel, maar scoort net niet. Maar hier heeft Van Weert weer natuurlijk voor het doel. Daar is Van Weert weer en nu raakt hij de paal. Net verlengd door Mahi. Salem. Van Weert. Zelf ruimte zoekend voor een actie. Die ruimte is er amper, maar toch komt hij nog door een goed schot. Bakuna. Bal kwijt. Absoluut geen overtreding op hem. Hij blijft liggen. Maar het spel gaat door. Terecht dat Van Boekel niet fluit. En dat is zelfs een kans en het is geen doelpunt, want Pat voorkomt dat. Goeie actie van Bruin. En er is een overtreding op Bruin van Tebiri. Tebiri schiet naar voren. Van Weert erachteraan. En daar komt nog een kaart. Ja, het is vrij lang goed gegaan in de tweede helft wat betreft de kaarten. Hij kijkt. Waar is de bal? Hij kijkt nog even naar de tegenstander. En daar, hop, die arm uitgestoken. Als je dit zo ziet, dan is geel echt een lichte straf. Veerman gaat het er wel aan. Ligt daar opeens en krijgt een corner. Nou, er staan nog wat koppers bij. Pat heeft hem en daarmee zit de wedstrijd erop en eindigt het in 1-1. En daar zijn ze hier op het algemeen niet zo heel erg blij mee. Heerenveen wil nog naar de play-offs en Groningen wil die ontlopen. Allebei daar nu een klein stapje dus in gezet.